Peter Engels, voorzitter van de stichting Chapmoor, cultureel erfgoed. Pelemaas aan omstreken. Ja. Jullie zetten zich in onder andere voor het PNM Liedjesfestival en het behoud van het cultureel erfgoed in de regio en gemeente. Ja, cultureel erfgoed is natuurlijk ook de vastelovend. En dat is heel belangrijk dat we dat door blijven geven aan elkaar. Hè? Ja, en kwam deze week toch nog wel onder een vergrootglas te liggen. Aanvankelijk het besluit van de veiligheidsregio's om in het noord en midden carnavalsactiviteiten niet door te laten gaan. De grote evenementen. Het zuiden verbood dat niet. Kwam was discussie over. Gisteren 11e van de 11e. En dus ook de lokale carnavalsverenigingen die ermee te maken krijgen. Hoe hebben zij allemaal op dat nieuws gereageerd? We hadden afgelopen maandag hebben we een bijeenkomst gehad met alle 12 carnavalsverenigingen hier in Pelemaas en Neerderbij. Ja. Wat zijn die omstreken? En is gekeken van, nou, hoe staan we erin? En wat willen we allemaal gaan doen? Natuurlijk staat de gezondheid voorop, maar iedereen wil ook wel een beetje vastelovend gaan vieren. Natuurlijk, iedereen heeft zijn eigen activiteiten, de eigen cultuur om in te schieten. Maar hoe ga je dat doen? Wil je dat buiten doen? Wil je het binnen doen? Hoeveel mensen komen erop af? Dat was gewoon heel moeilijk, hè? Om dan toch te zeggen van de gezondheid staat voorop en ja, we moeten misschien de zaakjes aflasten. Ja, en natuurlijk ook het sentiment wat in de samenleving speelt, dat er wel wat dingen georganiseerd kunnen worden. Ja, ja, ja. Afgelopen weekend een gigantisch mooi concert gehad natuurlijk in Amerika. Ja, gewoon waar heel veel mensen naartoe zijn geweest. En dan heb je die spiegel nog van dat beeld voor je. En dan kijk je naar de eigen activiteiten die elke vereniging heeft. En dan misschien een paar honderd mensen die bij elkaar komen. En dan heb je zoiets van, moeten we dat dan eigenlijk wel doen? Dus het is heel, heel dubieus eigenlijk allemaal. Hè? Wat is het advies van de gemeente bijvoorbeeld? Het advies van de gemeente was van, nou, probeer het niet te doen. Kijk goed naar de gezondheid en kijk naar die cijfers die oplopen. We zagen het net ook in de vorige reportage. Mm-hmm. Het is gewoon schrijnend hier in Limburg. En om dan als vereniging gaan te zeggen, oké, we gaan met een clubje bij elkaar zitten en we schieten de echte vastelovend in. En daarna hebben we de helft van de club hebben thuis zitten. Dat willen we ook niet. Dus de gezondheid staat dan wel weer voorop. Ja. Het advies van de gemeente, de richtlijnen zijn er zo naar dat je eigenlijk wel wat mag vieren in de horecagelegenheden. Alleen je moet opletten van dat die besmettingen niet uit de hand lopen. Ja. Die anderhalve meter is een advies dat je uit elkaar moet blijven. Maar als jij in de kroeg staat en je staat lekker bij elkaar te praten en lol te maken, meezingen op de carnavalsnummers. En dan moet je dan nog die anderhalve meter waarborgen. Dat is bijna niet te doen. Ja. Daarna, afgelopen week, zagen we dat heel veel carnavalsverenigingen besloten om de activiteiten, in ieder geval voor dit weekend, niet door te laten gaan. Een bittere pil, zeker voor zo'n grashoek, waar ze een jubileumweekend hebben. Waar ze 4x11 gaan vieren. En natuurlijk zijn we afgelopen maandag uit elkaar gegaan en een beetje allemaal van, wat gaan we doen? We zijn een denkje gezet door de gemeente. En daar hebben we eens gekeken van, nou, wat is er dan wel mogelijk? Ze hebben met de eigen leden gepraat, elke vereniging. En bijvoorbeeld de grashoek heeft bijvoorbeeld gezegd van, nou, we hebben zo'n mooi evenement, dat 4x11, omdat we zoveel jaren bestaan. We willen het niet in het water laten vallen eigenlijk doordat er dadelijk corona komt of de besmettingen komen. Dus daar hebben ze met de leden hebben ze het er goed over gehad en ze hebben een wijs besluit genomen om het toch even in de ijskast te zetten. Ja. En meer verenigingen? Meerdere verenigingen, want ja, natuurlijk op heel veel plaatsen, hier in Kapel, in Maasbree, daar waren de liedjesavonden op zaterdag, het inschieten aan de liedjesavond. Ja, het is leuk, initiatief, ook geweldig om te doen, maar ook daarbij, die besmettingskans is wel vrij groot aanwezig. Ja, pijn in het hart, misschien nog wel meer dan vorig jaar, toen... Ja, we hebben een heel jaar hebben niks gehad en we zijn aan het bouwen aan de toekomst. Ja. We willen weer ons vastelovensbloed wil weer overal naartoe kruipen waar het eigenlijk altijd gezeten heeft. En nou moet je het gewoon doen met een plaatje wat je hoort en ja, thuis in de huiskamer. Ja. Je mag niet bij elkaar komen. Het is een groot gemis, denk ik. Wat zegt dit voor de komende weken? Ja, straks die persconferentie. Het gaat niet versoepeld worden. Dat is denk ik één ding dat zeker is. Het wordt strenger. Ja.
Wat zegt dat voor de komende weken op het gebied van die activiteit? Laten we hopen dat het even goed streng aangepakt wordt. En dat we desnoods dan maar even een paar weken thuis blijven zitten. En dat we dan met kerst weer met elkaar, met de familie en de vrienden weer aan de tafel mogen zitten. En dat we daarna in januari het seizoen op kunnen pakken van 2022. Want 2021 is een verloren jaar geweest. Ja. En laten we hopen dan dat we dan ook echt de Vesterlovend kunnen gaan vieren. Betekent dat, Liedjesfestival stond 8 januari gepland. Ja. Veel carnavalsliedjesavonden gaan niet door. Nee, en ik denk dat we daar de artiesten ook zeker niet lastig mee moeten gaan vallen. En ook de verenigingen niet. Het is nou nog wat te vroeg om te zeggen van we zetten er een dikke vette streep door. Gezien de maatregelen moeten we daar heel goed naar gaan kijken. Hoe gaan we dat doen? Maar ook de artiesten moeten er klaar voor zijn. Hè? Als veel dorpen die sturen de winnaar naar het festival. Dat is het ultieme wat ze kunnen winnen in Peel en Maas. Als we geen winnaar hebben, dan hebben ze ook niemand voor in te sturen. Dus dat komt er dadelijk ook nog bij. Ja, en zonder liedjes geen liedjesfestival. En zonder liedjes geen liedjes. En we kunnen wel uit de oude doos gaan graaien, maar iedereen wil toch een actueel liedje brengen. Ja. Ja. Ja, en ik weet ook niet hoe het in de reglementen zit. Of je een oud liedje mag insturen. Geen idee. Je mag een ouder nummer insturen als je niks hebt. Maar liefst proberen we wel naar die vernieuwing toe te gaan. Daar zien we de reglementen nog niet zo helemaal in. Anders bij het LVK, daar zijn het natuurlijk wel helemaal ingebouwd. Ja, hè? Ja. Ja. Nu kan ik me voorstellen, hè, deze stichting is enkele jaren pas actief, dat je niet het vooruitzicht had toen de stichting werd opgericht om in deze zaken actief te zijn. Nee, de stichting is eigenlijk opgericht na de derde cyclus, zoals wij hem noemen. Hè. We hebben al 2 keer zijn we helemaal rondgegaan met alle 12 de dorpen die meedoen. De derde keer hebben we gezegd, we gaan een stichting erbij maken, omdat we zoveel romslomp te ronden heen krijgen, zoals de vergunningen en wie regelt dit en wie regelt dat? Dat zou de stichting eigenlijk helemaal op gaan pakken. Maar we zijn meer een klankbord geworden voor de carnavalsverenigingen en de gemeente om tot elkaar te komen. Ook goed in deze rol natuurlijk. Ook maar je had liever zeker wat anders gezien. We hadden liever Vesterlovend gevierd. Ja. 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 Wat mis je nou het meeste? Het samen zijn met elkaar. Het samen gewoon zijn en dan lekkere lol maken. Een goed glas bier erbij. Maar ook die cultuur uitbrengen. Dat mis ik eigenlijk het hele gebeuren rondom de carnaval. Ja. Ja. Ja, hier achter ons, Hoondervel op een vol mooie plein foto. Voor het huis van de gemeente. Ja, mooie foto. Maar gaat het nog, denk je, dit seizoen lukken? Laten we het hopen. Laten we het hopen. En laten we hopen dat we eigenlijk allemaal ons een beetje aan die regeltjes houden. En dat we dan kunnen zeggen in januari, nou mag het dak eraf. Ja. Laten we het hopen. Dankjewel Peter voor de toelichting.